De 480 leden van voetbalclub BCV uit Burgum willen graag los. Maar dat zit er voorlopig net in. Ja, het is gewoon extreme droogte. Ik denk dat Rick Maai spelen dat wij in de woorden zo'n groen dat het minder het wetter vast houdt. Maar als wij het nou net dicht doggen, dan hebben we aanst een groot probleem in de competitie van de verschillende sportverenigingen. Hebben we dus Jesmus en Winters dat het dus gewoon volle slechter is. Want als je voetbal je op droge velden, dan geeft de gers maar te stikken. 44 sportvelden in de gemeente Tietjekstra deal bleven daarom in elk geval dicht ont na je wieken sneuwen. De dag dat de competitie begint. Vervelend, maar wel veiliger voor de sporters. De oneffenheden die erin zitten, die zijn harder als normaal. En als je daarop komt te staan, dan heb je ook kans dat je dus je enkels verzwikt. Of dat er in ieder geval daardoor blessures ontstaan. Intussen had het wetenschap Friesland de vinger onder pols. In Friesland werd 1600 kilometer onveendieken inspecteerd. Die kennen toch droogte in Stwatten. Nou, als ik er zo inprik, dit is oppervlakkig. Maar hier gaat het dieper. En als dan prik ik altijd even aan de stok en dan zie ik, ach, er zit nog vocht in. Dus de ondergrond is nog wierd. Dus dan is het net echt gevaarlijk. Maar voor de mensen lijkt het raar. Het wetenschap had er meer mensen van de inspecties en had daarom de help inroppen van 4 muskusrottenvangers. Hier bij Picassiel had het de laatste weken haast net reind. 180 mm rein werd er minder als oors. De droogte geldt voor het grootste pad van Friesland. Het is tiegextreem. En dat komt ik omdat de maaitiet tiegedroeg weer, de simmer is tiegedroeg. En we moeten net alleen nog zien hoeveel millimeter er valt er, maar ook hoeveel millimeter verdampt er. Nou, dan is de oerschot bekend. En wanneer de wetter valt, ik denk van sneun op sneun een beetje, sneun, mandi, buien. Maar dat zal net genoeg zijn om dat die droogte ophoudt. Op zo'n september begint het wedstrijdseizoen voor BCV. Het is de vraag of de bal dan rolt. Jouw hoopje brein, denk ik. Ja, en niet zo'n klein beetje ook.